Ja, goedenavond. Mijn naam is Thijs van der Meeberg. Komend theaterseizoen 2023-2024 kom ik met mijn vierde solo voorstelling. Met de beste bedoelingen. Naar jullie theater, daar heb ik super veel zin in. Mensen vragen altijd, maar als je nou moet optreden, wat doe je dan van tevoren? Misschien wel even leuk om te laten zien. Dit is dus een kleedkamer in een theater. Lopen we nu naar de zaal. We zijn nu op een super donkere plek. Dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. Dit zijn de coulissen. Dus hier sta ik dan te wachten voordat ik op kan. En dan gaat het licht uit in de zaal. Het licht gaat op de vloer en dan loop ik op en dan... ben ik op het podium. Hier staan we in het theater. En dit is dus dat altijd wat ik niet zie. Want tijdens het spelen is het licht bij jullie uit. En dan staat het licht daarboven keihard te branden. Waardoor ik niks meer zie. Ik tour niet alleen. Ik ben altijd onderweg met deze vriend. Pookie, klaar. Pookie. Dus het enige ritueel wat ik heb is de hond en mezelf laten poepen. Want van mezelf hoeft dan niet in een zakje. Want dat hoort ook bij optreden. Een lichte zin. Terug in de kleedkamer. Mensen vragen altijd, ben je in het echt ook zo? Dat denk ik niet, want dat hebben jullie al gezien. In het echt heb ik gewoon echt geen gel in. En op het podium, dan zal ik ervoor zorgen dat als jullie in de zaal zitten, dat het er keimooi uitziet. Dat komt goed. Ik hoop jullie te zien in het theater. Tot dan!